Als je denkt dat je een sprinkhaan hoort, dan heb je het mis. Het is de sprinkhaanzanger, een vogel. Een van de schuwste vogels van de rietlanden in het Amsterdamse bos. Hij wordt actief in de schemering en dan kun je het mannetje horen. Het vrouwtje maakt geen sprinkhaangeluid. De kans dat je hem ziet is heel klein. Met een netwerk aan tunnels door het riet leeft hij meer als een muis dan als een vogel. Laag bij de grond vindt hij zijn voedsel, insecten en spinnen. Tot augustus heb je de tijd om het geratel te horen. Daarna trekt de sprinkhaanzanger naar Centraal-Afrika om te overwinteren.